Ik heb in Utrecht gewoond en daar echt in, op Kanaaleiland. Ik heb daar in de betonbuurt gewoond. Nooit problemen gehad. Ik heb in Driebergen gewoond, ik heb in Elst gewoond, ik heb in het buitenland gewoond. Ik heb in Istanbul gewoond, ik heb nergens ooit problemen gehad zoals hier nu. En dit is denk ik pure pech, want het is niet op ons gericht. We kunnen absoluut niet bedenken waarom ze onze auto's zouden kiezen. Maar het is gewoon echt, dit is gewoon niet leuk meer.